Het kwartpleit zijn er 2 weken lien en wie ontspant troch concurrent Jeffrey Wammers. Wammers vindt op grond van de selectiecriteria dat Sonderland het ticket naar Londen onterug te krijgen had. De rechtbank van Zutphen joeg Wammers joert gelijk. Nou ja, ik ben gewoon heel erg blij dat uiteindelijk gewoon de rechter heeft gezegd van nou, ik heb alles doorgenomen. En inderdaad, Jeffrey heeft hierbij gewoon een punt. Epke heeft nog geen vormbehoud getoond en Jeffrey wel. Dus ze kunnen hem nu nog niet op basis van deze feiten voorstellen om naar de Olympische Spelen te gaan. Er moet gewoon nog een vervolgtraject komen. En ik ben gewoon heel erg blij dat de rechter dat heeft besloten. Neffens de rechter, wie het gymnastiekbond KNGU, begint dit jaar te betiert met het besluit om Sonderland naar de Spelen te sturen. De selectieprocedure maakt nog weer oer. Voorlopig is het zo dat als Sonderland vormbehoud toont, de turnbond zelf kan gaan uitmaken wie zij de meeste kans van slagen geeft. Maar als dat vormbehoud niet getoond wordt door Sonderland, dan zou Wammers voorgedragen moeten worden voor de Olympische Spelen. Sonderland krijgt nog 4 mogelijkheden om vormbehoud te tonen. Dat kan al eind maart op de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Cottbus. Als Sonderland daarin slaagt, zullen het gymnastiekbond een helder, motiverend besluit nemen moeten. Zo was Kogen de rechter al vast. Dus ik ga echt richten op het vormbehoud scoren en dat is wat, ja, net zo heel heeg. Dus ik ga mijn oefening wat aanpassen, wat makkelijkere oefening. Nou ja, dan kan ik even voorkomen dat ik te vroeg ga pieken. En dan later in het seizoen, dan komt het EK eind mei en nog 2 World Cups, nog Challenger Cups. Wat ik mogelijk binnen om dat vormbehoud te houden, maar het mooiste is natuurlijk dat het meteen in Cottbus gaat lukken.